De oudste is op 9 december geopereerd en we zijn op 14 januari zijn we naar huis gegaan. Dus die is niet, ik vind dat niet heel lang. Er waren ook na de tijd geen complicaties, dus het herstel verliep eigenlijk heel goed. Maar aangezien het, ja, het is nogal een precaire ingreep en je krijgt een hele apotheek met medicatie mee naar huis. En voordat je dat als ouder onder controle hebt, dat heeft ook, moesten wij ook even opgeleid worden. Dus daar zat ook wel tijd in. En bij de tweede, dat kan ik eigenlijk zo af en toe nog steeds niet geloven, dat was gewoon na 2 weken naar huis. Terwijl dan gewoon in een hart eruit gaat en onder hart erin gaat. En jullie weten hoe het werkt met de medicatie. En ik was heel blij overigens, want ik ben vaak nog in ziekenhuizen geweest. En ik zeg eigenlijk altijd, wanneer ik niet in een ziekenhuis hoef te zijn, en wat ik thuis ook kan doen, dan doe ik dat graag thuis. Maar goed, 2 weken, ja. Dat is natuurlijk heel snel. Ja, je bent ver van het ziekenhuis waar ze de ingreep hebben gehad, waar ze onder controle zijn geweest, 24/7. Continu gaan er belletjes en signaaltjes af. En als je dan thuis bent, dan is dat opeens weg. Dat is natuurlijk heel gek. Want je hebt altijd die soort van zekerheid gehad. Punt 1, dat er gaat een signaaltje als het een afwijking is. En er is ook direct hulp beschikbaar wanneer dat nodig is. En thuis heb je dat niet. En dan heb je in eerste instantie wel, daar moet je echt wel aan wennen. Zeker ook omdat je, in ons geval was het misschien niet heel lang, maar wel een heel vertrouwde omgeving. En opeens ben je thuis en dan heb je 's ochtends wel eens dat je denkt, ik heb een aantal uren niks gehoord. Is dat allemaal nog wel goed, weet je wel? In ons geval hebben wij eigenlijk bij beide nooit tegenslagen gehad. En dat geeft ook heel veel vertrouwen dat het ook goed gaat. Dus ik maak me eigenlijk daar geen zorgen meer over. En aangezien we het al een keer hadden meegemaakt, is dat bij de tweede natuurlijk, dat is een beetje gek misschien, een stuk makkelijker. Ja, omdat je gewoon precies weet waar je op moet letten. Ja, het is zeker een kwestie van tijd om vertrouwen te krijgen. En daarbij helpt natuurlijk enorm dat je bij controles, want je gaat naar huis en je gaat wel naar huis, maar je staat nog wel onder een hele strikte controle. In eerste instantie iedere week en 1 keer in 2 weken. Dat wordt langzaam maar zeker afgebouwd. En als steeds die controles goed zijn, dan wordt het langzaam ook vertrouwd dat het goed is. Ja, de eerste keer zit je dan even, zal het allemaal goed zijn? Maar als dat steeds wordt bevestigd, dan wordt dat ook steeds makkelijker.